Ook de tweede beursdag bracht de logistica weer tal van leuke onderwerpen voor de camera. In dit videojournaal treft u onder meer goed en luchtig zitten, beweging als aandachtstrekker, vergroot je woordenschat, bied de warehouse navigation, veiligheid met een knipoog, praten bij een megatablet en vind de sleutel tot succes. André, we staan hier op de stand van Eblo. Jullie hebben een aantal nieuwe producten die jullie laten zien. Kun je daar iets meer over vertellen? Ja, graag zelfs. We hebben een hele nieuwe lijn met luchtgeveerde stoelen, zoals je hier aan de voorkant ziet staan. Het is een stoel die is eigenlijk op basis van de Recaro, waar we wel bekend mee zijn geworden, doorontwikkeld. We hebben hem volledig in eigen beheer gefabriceerd. En hij is passend voor de hele lijn van kleinere tot middelgrote forkheftrucks. Van verenpakketten zijn er leverbaar met 7, 10 en 12 centimeter veerweg. Hij heeft de unieke eigenschap dat de zijwangen van de rugleuning traploos middels lucht in breedte instelbaar zijn. Dat zorgt ervoor dat de chauffeur gedwongen tussen haakjes dan rechtop blijft zitten. Ondersteund met een tevens luchtgeveerde of luchtlendensteun, zo moet ik het zeggen. Je zit erin als in een vrouwenhand, zeg ik altijd. In hal 10 zit je bij SSI Schaefer ook goed, vooral als je van beweging houdt. Nou, wat vooral heel erg leuk is, is dat we naast onze vertrouwde producten, logistieke oplossingen, zoals de magazijnstellingen en de kunststof bakken, dat er gewoon het een en ander werkend te zien is. Zo staan we nu ook bij het Fulfillment Factory concept. Nou, wat is dat nou eigenlijk? Het leuke van dit systeem, het is een soort van transport- en orderverwerking systeem. Maar hierbij is het mogelijk ook om zendingen voor filialen en zendingen ook voor webwinkelbestellingen te integreren in één proces. Je zegt er zijn nog meer dingen werkend te zien. Mm-hmm. Kun je daar nog een paar voorbeelden van geven? Ja, wat natuurlijk vooral erg speelt op dit moment is hoe ga je natuurlijk om met je kostbare kubieke meters. We hebben daarvoor verrijdbare palletstellingen die hier op de stand ook werkend te zien zijn. Zo kunnen bezoekers zelf zien van hoe beweegt dat nu, hoe werkt dat nu, ziet dat er allemaal stabiel uit. En daarnaast ook het Orbit Shuttle systeem, waarbij natuurlijk de pallets met de producten ook automatisch magazijn in worden gereden. Daar is ook een opstelling van te zien. Bij Pit kan je de woordenschat vergroten en de kosten verlagen. Wim, Pit op de logistica, druk van weg geweest? Nee, we zijn nooit weg geweest. Alleen we zitten wel in een nieuw jasje. En we hebben een heel nieuw nieuwe look. Ja, we zijn natuurlijk al 60 jaar in de markt. Maar we hebben ons nog weer verbeterd door een fleet management tool te ontwikkelen. En nog beter de klanten kunnen bedienen. Een nieuwe tool ontwikkeld, wat houdt die tool in? Het is een fleet management tool, dus we zitten in het fleet management. Door de klant te bewaken in cost efficiency, in schades, in een hele pakket rondom het interne transport, kunnen wij daar die klanten goed bedienen. Doen jullie dat voor één merk of voor meerdere merken? Nee, we doen dat voor meerdere merken en we zijn op dit moment de grootste verhuurder in Europa. Peter, stand van Jung-Heinrich, hal 12 niet te missen. Waarom moet je hem bezoeken? Ja, je moet hem bezoeken omdat we ons hele programma hier hebben staan. Alle trucs staan opgesteld, dus je kunt in principe alles zien. Het allerleukste is natuurlijk wat je hier achter ons ziet. En dat is de mogelijkheid om te strijden tegen ons warehouse navigation systeem. En dat is wel een hele leuke uitdaging. Strijden tegen software, wat houdt het precies in? Nou, ons warehouse navigation systeem zorgt ervoor dat in dit geval een combi-truck automatisch naar de volgende bijvoorbeeld picklocatie wordt geleid of de volgende afzetlocatie voor een pallet. Gaat eigenlijk min of meer automatisch en wij dagen onze bezoekers eigenlijk uit om daartegen te strijden en om te zien of zij het met de hand sneller kunnen dan geleid door ons systeem. Denk je dat gaat lukken? Nou, mij lukt het zeker niet. Misschien dat de geoefende chauffeur best een eind komt, maar winnen, dat lukt hem niet. Het is een keer wat anders. Best leuk om zo eens een keer uit te proberen. Wie kosten heeft door heftruckschades, moet echt even bij GoJamming langs. Erik, goedemorgen. Goedemorgen. Wat is het te zien bij jullie op de stand? Ja, we laten in een presentatie met een aantal cartoons even heel vlot zien wat de probleemgevallen bij de klanten zijn. Op dat manier dat de herkenning is. Van met schades, met snelheden en met andere zaken. En dat we vervolgens laten zien dat we daar maatwerk oplossingen voor aan kunnen bieden. Wat voor oplossingen zijn dat dan? Dat is bijvoorbeeld toegangscontrole. Dat is bijvoorbeeld snelheidsregelaar door middel van radar of door middel van RF.
Nog steeds is de meeste belangstelling naar toegangscontrole met een bestaand bedrijfspas en bestaand wifi-netwerk wat er al is. En het andere is tegelijkertijd personenalarmeringssysteem. Dat is veiligheid. Voor de klant zullen de kosten ook belangrijk zijn. Dat zien we dus op dit moment dat het versterkt naar voren komt. Moet het efficiënter gebeuren tegen lagere kosten. En lagere kosten betekent minder schades en minder onderhoud. Ook loop je in de gangpaden wel eens tegen een toevalstreffer aan. Is die, u hebt hem. Wat? De sleutel tot succes. Wij zijn een uitzendbureau met internationale arbeidskrachten. En deze sleutel is een samenwerking tot succes. De sleutel tot succes is work support. Ja, inderdaad. Dankjewel. Mag ik hem meenemen? Ja, natuurlijk. Dankjewel. Liefhebbers van swipen op een tablet komen bij Toyota volop aan hun trekken als ze naar kostenbesparing zoeken. Rolf, drive down cost, een van de thema's bij Toyota op de stand. Je hebt hier een hele mooie gimmick. Kun je me iets meer vertellen over deze futuristische tafel? Ja, we hebben hier een interactieve tafel waarbij wij het product Toyota EyeSight kunnen demonstreren. En Toyota EyeSight is een fleet management systeem wat onze gebruikers kan helpen om drive-down kosten te bereiken, dus om hun kosten te verlagen, maar ook om hun productiviteit te verhogen of om hun veiligheid te verhogen. Wat is nou het leuke om het met deze tafel uit te leggen? Het leuke is dat je er direct op staat, het beweegt, het reageert onmiddellijk, het is een beetje het iPad gevoel. Met deze tafel kun je het interactief laten zien. Hoe wordt dat door de bezoeker ontvangen? Vinden ze leuk. Het is een grote tafel, dus ik moet soms best ver reiken om erbij te kunnen. En in die zin doen we het samen. Soms dan klik ik iets aan en soms klikt de klant iets aan. En dat, zo doen we het toch samen. De diversiteit van de logistica is voor veel bezoekers de reden om eens langs te komen. Goedemiddag, u bent? Ik ben Joost Mulder. Joost Mulder. Ja. Van welk bedrijf? AM Agriton. We zitten in de landbouw. Handel van meststoffen en toevoermiddelen in de landbouw. Waarom bent u naar logistica gekomen? We zijn een groeiend bedrijf. Dus met groei heb je te maken met ontwikkeling. En dan moet je wel eens wat investeren in bepaalde dingen. Dus een beetje rondkijken in oplossingen wat ons past. Dus bijvoorbeeld, dat gaat dan om heftrucks. Stapelaar hebben we nodig. Er zijn dingen die we nu tweedehands kopen. Die kunnen we misschien in de toekomst beter nieuw kopen. Dat is toch wel lonen, denk ik. En dan kun je hier een beetje oriënteren? Ja, precies. Ja. Dus er hangt een zuignap waar je met dingen op kunt tillen. Nou, dat is ook wel iets normaal. Dus het handwerk, dan kun je het uit handen nemen, zeg maar. Dus, iets ergonomisch te doen. Ja. Maar ook logistieke verpakkingen, software en systeemoplossingen trokken veel bekijks op deze tweede beursdag. De logistica wordt gehouden van dinsdag 13 tot en met vrijdag 16 november en is elke dag vanaf 10 uur tot 5:30 geopend. Op donderdagavond is de beurs tot 9 uur 's avonds te bezoeken. Meer informatie vindt u op de site van de beurs en van Logistiek Totaal. En natuurlijk elke dag in het videojournaal.